Happy birthday to you! Wow! Ik zeg eerlijk, ik voel me echt belangrijk. Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede morgen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag is het dinsdag en ik kom net uit dat tentje. Ik weet niet of de video online is gekomen van dat wij 12 gaan overleven in die tent. Maar anders komt hij nog en anders hebben jullie hem al gezien en weten jullie dat ik net uit het fucking tentje ben gekomen. Ik ben nu onderweg naar Haarlem, want ik word geknipt. Yes! Het is echt nodig, jongens. Mijn haar is echt een beetje groot en... Mijn haar is echt een beetje lang en ik kan er eigenlijk niet zoveel meer mee doen. Dus ja, dan is het tijd om naar de kapper te gaan. Dus ja, onderweg naar Haarlem. Jongens, het is weer zover. Het gaat er weer af. We gaan weer een beetje fresh. Het was nodig. Zo jongens, ik ben klaar. Ik ben weer helemaal gerefreshed. Hey, ik ga eventjes langs Jim, want mijn autosleutel is volgens mij leeg. Want kijk, hij start... Ja, nu start hij dan weer wel, maar hij start heel vaak niet. En hij gaat altijd... Moet ik echt bij de auto staan om hem open te klikken. Dus ik denk dat de batterij gewoon leeg is. Maar jongens, ik besef me net. Ik ben vanavond om 12 uur ben ik jarig. Ja, 9 februari ben ik jarig. Maar ik heb geen idee wat ik ga doen. Ik weet het gewoon niet. Ik moet zeggen, ik heb mijn verjaardag altijd niet heel... Ja, ik heb het nooit echt gevierd, zeg maar. Ik wil wel iets doen. Want ik vind het ook zonde om er zeg maar niks aan te doen. Maar volgens mij heeft Niek iets geregeld om voor mij te gaan doen. Want hij zei dat hij... ja, morgen zeg maar, als ik echt jarig ben, 9 februari... Dat hij mijn vlogcamera wilt en ik mag niet thuis zijn. Dus ik denk dat hij iets in mijn huis gaat zetten of iets met mijn huis gaat doen. Ik ben benieuwd. Maar goed, eerst even naar Jim. Nou, leuk. Mooi, hè? Ja, is goed. Zo, jongens. We zijn weer lekker bij Prijden Automotive geweest. En mijn sleutel is weer helemaal opgeladen. Er zit een nieuw batterijtje in en dan kan ik hem weer open doen van een afstand. En ik, ja, ik hoef hem niet, zeg maar... Kijk, hier is, ik weet niet of je dit goed ziet, maar er zit zo'n knopje. Daar staat stuurkolom. Zo'n tekentje. Dat als je batterij bijna leeg is, dan moet je zeg maar elke keer je sleutel er tegenaan houden. Omdat hij anders het signaal niet opvangt. Maar nu doet hij het gewoon weer. Zoals ik net al zei, ik ga eigenlijk niet zo heel veel doen met mijn verjaardag. Alleen, Niek, die komt morgen naar mijn huis. Ik moet tussen 6 en 8. Wat is het nou? Nee, het is 4 en 6. Oh, tussen 4 en 6? Moet ik thuis? Tussen 4 en 6 kom ik langs en dan gaan we ergens naartoe. We gaan ergens naartoe? Ja, dat ga ik zeggen. Nee, helemaal niet. We gaan helemaal nergens doen. Want net zei je nog dat ik in de slaapkamer moet zitten met een ding op en een... Ja, omdat ik ben met iemand. En wij gaan jou meenemen. Nee. Even geen rare shit. Ik heb echt geen zin in rare shit. Nou ja, niet kennen is het altijd rare shit. Dat is het leuk voor de vlog? Nee. Het is echt niet leuk. Dit kan echt niet op video, denk ik. Nee. Maar toch ga ik het denk ik filmen. We gaan het wel filmen, toch? Ja? Ja, ik weet niet wat het is, maar jij wilt toch ook mijn vlog overnemen, zeg je? Ja, maar ik weet niet of het geschikt is voor jouw kijkers. Maar goed, dat zien we. Nee, echt niet. Ik wil geen stripper of iets raars. Wil je een stripper? Nee, geen. Nou goed, we gaan het allemaal zien. Nou jongens, Ruben die wilde wat eten. Dus ja. Eten gaan geven. We hadden geen brood meer. Top. Oh, hij is weer weg. Gewoon een stuk vlees gegeven, het is 3 uur of zo. Ik ga nu eventjes richting de foam, maar ik ga even kaarsen halen en wat eten voor Ruben. Michael komt straks naar mij, omdat ik jarig ben, straks om 12 uur. Maar Michael komt eventjes bij me eten. En ik weet niet of jullie Michael al kennen, maar Michael heeft eens een keer voorgekomen in de video's van Gio. Voor degene die naar de video's van Gio kijkt. En hij had eerst een Ferrari en zo, dus misschien ken je hem daarvan. Maar hij komt straks hierheen en hij heeft een hele mooie auto nu. Het is een R8 en ik ben fan van de V10. Dus we gaan het zo zien. Maar eerst even eten halen. Ja, daar is hij al. Daar is hij al. Hij klinkt nu al zo dik. Jezus Christus. Zo hé. Zo. Dat is een goede binnenkomer, zeg. Speelgoed. Jezus. Jongens, dit ding is echt bizar. Hele buitenkant van carbon. Wat een plaatje, zeg. Jezus. Jongens, dit stuur ook. Zo, Mike. Het is wel een kanon, hè? Nieuw speelgoed. Verdomd. Wat goede plannen voor. Goede plannen. Ja, je gaat hem helemaal gek maken, hè? Leuke plannen.
Oké. Dat is nog speciaal, jongens. Dit is nog speciaal. Leuke plannen. Heel vet. Ik moet ook zeggen, een R8 is toch ook wel misschien een droomauto, man. Hier zit dus 600. 610 uit mijn hoofd. 610 pk. Ja. Wow. Ik ben echt fan van de V10, man. Dat rommeltje ook. Nou jongens, zo zien jullie de kleur ook even. Hij is echt zo fucking bruut. Holy shit. Ook een spoiler van carbon. Niet normaal. Jaartje. Neem je hem jaartje? Over. Jaartje? Toch een jaartje. Neem je hem over. Ja? Spreken we dat af? Ja. Oké, deal. Oh, fuck. Nu moet het ook, hè? Zo, ik heb Michael even flink ingemaakt met FIFA. Was hartstikke gezellig. Hè? Mike, ga lekker naar huis. Ga oefenen. Nee, grapje. Michael heeft mij 2 keer ingemaakt. Ik heb volgens mij Michael ook 3 keer of 2 keer ingemaakt. Ik denk gelijkspel. Ik denk ook wel gelijkspel. Nou, mooi. En dan is het nu tijd om naar huis te gaan. Want ik ga weg? Of blijf jij? Nee, ik ga wel. Als jij me de sleutel geeft, dan is het rust. Is dit trouwens mijn verjaardag? Is voor de fiets. Is dit niet trouwens mijn verjaardagscadeau, de R8? Oh, wacht. Dat is dan deze. Dit is voor dit is... Hondel. Oké. Okay. En de R8 sleutel dan? Oh, deze. Ah, dankjewel, Mike. Ja, dat had je niet hoeven doen, man. Nee, dat had je echt niet hoeven doen. Ruben! Jongens! Nee, wacht man, dan even op. Heel even wachten. Leg neer. Jongens, Joris, die was ook negatief. Maar Ruben zat met Joris in de auto. En Joris die heeft nu al 3 keer negatief getest. Na dus een week. En Ruben, en kijk eens jongens. Ruben is ook negatief! Let's go! Vijf, vier, drie, twee, één. Hey! Ik ben 21! Hey, gefeliciteerd. Dankjewel. Hey Google, doe alles in de woonkamer uit. Goed, ik doe 4 dingen uit. Een hele prettige morgen allemaal. Ik voel me echt 21. Het is bizar jongens, het is echt bizar. Ik werd wakker en ik dacht, wauw. Ik ben gewoon een jaar ouder geworden. Nu ben ik 21. Maar goed, ik ga richting Haarlem, want ik ga lekker sporten. En daarna ga ik samen met Ruben en mijn ouders gaan we lunchen in Haarlem. En daarna ga ik weer naar huis. En heeft Niek een verrassing. Ik weet nog steeds niet wat er gaat gebeuren. Willem weet wel wat er gaat gebeuren en Ruben ook. Ik heb geen idee. En daarna komen er wat mensen langs. Gaan we lekker een drankje doen, een feestje vieren een beetje. Dus het wordt een leuke dag vandaag. Nou, waarschijnlijk weten jullie het al, maar ik ben 21 geworden voor degene die het niet weet. Ik ben 21 geworden. En kijk eens eventjes, het is hier een regel op de sportschool. Als je jarig bent, dan moet je dus 21 keer doen als je leeft dat je bent geworden. Setjes doen. Dus ik moet nu 21 keer een bench gaan doen. 21 keer incline, dumbbell, bicep. Allemaal 21 keer herhalingen. Jongens, ik ga dood. Stel je voor dat je 25 zou worden. Stel je voor dat je hier sport en je wordt 50. Ja, dat is niet best. We sturen je weg. Dan ben je de lul. Ja, we hebben een max van 49. Oh, oké. Okay. Geen gekut hè, want dit is gewoon op... Ik ben niet bang. Nee. Jongen, ik doe het dan. Ik heb vaak gezegd, ik ben niet bang. Laat zien dan, pareltjes hè. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kom maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kom maar door. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oké, kom maar terugleggen en we gaan door. Kom. Vamos. Oké, elleboogjes in je zij, bil naar achter, borst op. Hop. 1, 2, 3, 4, 20. Oké, lekker en we gaan door. 2, 1. Nou. Ik weet het niet. Ja, nee, nu doe je het de mans. Want jij staat net al bij 5 seconden te zeggen. Hoe lang moet ik nog? Nee, maar het is gewoon fijn om te weten. Oh shit. Mijn collega van de binnendienst was nog even bezig. Ze hebben daar dingen laten vallen. Van de fabrikant een hele van de pallet. Jeetje. Nou, wat leuk, met de hele familie. Jongens, ik ben uit quarantaine. Nee.
Dat gaan we niet doen, dat gaan we niet doen. We gaan lekker uit eten, even lekker lunchen. Ik heb er zin in. Ik heb best wel honger. Ik heb wat fijn dat je eruit mag, Ruup. Ja. Voel je je vrij? Ik voel me wel heel vrij, ja. En mama weer zien, hè? Nou ja, papa niet. Ja, ik ben met mama bezig. Hey, overal waar we komen, eten we broodjes kip. Mm. Wat een gezelligheid, jongens. Oh ja, behalve mama even een salade. Hallo. Ja, alles goed. Proost. En een broodje zalm. Lekker, jongens. Eventjes wat inkopen doen voor vanavond, voor als er mensen komen. Er komen volgens mij wel een paar. Hier moeten we wezen. Champagne, jongens. Maar ja, wat? Oké, jongens, we hebben nu dus deze. Een Moët Ice Rosé. Want deze wil ik gewoon heel graag een keer proberen. Normale ice. Normale ice. En de Fuff. Ja, ik denk dat het wel genoeg is. We hebben niet heel veel mensen. Er komen zeg maar niet heel veel mensen, dus ik ga niet een hele doos doen. Ik denk dat het wel gewoon even gezellig is. Dan kunnen we op mijn verjaardag even een flesje een opmaken. Een toast uitbrengen op jouw 21ste. Precies, je wordt maar één keer 21. Ik kom hier binnen. Ja, Wimpy, wat schattig. Dit is wel echt lief. Wimpy, ja. Wat schattig. Ja, dan voel je het ook. Kijk eens. Happy birthday. Ah, oh, dat is leuk, weer. Mijn 21ste. Hoe ja, wel mijn 21ste. Ja, ik heb. Ja, ik pak van. Maar ik hoorde. Weet je wat op de verpakking stond? Nou? 5 meter. Dit is geen 5 meter. Maar wat zei Ruud nou vanochtend? Dat jij vroeg. Ik heb taart gehaald voor jou. Willem was vanochtend vroeg de deur uitgegaan om taart voor mij te halen en zo. Maar ik was dus weg. Maar wist. Oh, wat schattig. Ja. Gaan we nu wachten of gaan we gewoon een stukje taart eten? Ja, ik weet het niet, want oh, Niek komt zo met een verrassing. Nee, jullie weten. Jij moet even naar de kamer zo. Ja. Oh man, ik ben echt. Weet je het eens? Ik zou net ook tegen Ruud, kijk, Niek regelt altijd wel iets grappigs. Maar het is altijd zit er een randje met iets kuttigheid aan. Maar zien jullie nog niet iets anders? Het is gewoon opgegaan. Ik heb hier echt helemaal schoongemaakt. Zo. We zien jullie wat. De tent is weg! Oh, de tent is weg! Oh, nice, de tent is weg. Ja, ik zei laatst ook al, ik heb zo geen zin om dit ding op te draaien, maar hij is weg. Oké, Niek, die belde mij net dat hij hier beneden ergens is, met de verrassing voor Vin. Nou, Vin zit op zijn kamer, met zijn koptelefoon op, gordijnen gesloten en hij weet echt niet wat er gaat gebeuren. Dus ik ben benieuwd. Dus daar is Niek al. Hey! En Niek met zijn verrassing. En Vin heeft echt geen idee. Vin denkt dat iets heel kuts gaat worden. Hij zei, ja, Niek regelt alleen maar kuts, zal je altijd. Hey, daar is hij! Daar is hij! Ja, jij ook, hè? Ik heb mijn vrienden meegenomen van 123planten.nl. Nou, geweldig zeg. Ja. Hé, hey, Niek, hij heeft echt geen idee. Hij zegt, ja, Niek regelt altijd alleen maar kutzooi. Hij zegt, ja, het wordt sowieso iets heel kuts voor mij. Hij zegt, is het iets leuks of is het iets kuts? Ik zeg, ja, maar ik weet het niet, ik weet het niet. Nou, wij hebben een keer Gio verrast voor zijn huis met heel veel planten. Ja. En ik had dus nog het contact met 123planten.nl. En jullie zitten te zeggen, ja, we moeten een grote plant in de woonkamer. Ja, een beetje aankleding in de hoek. Precies. Maar het werd ook maar niet geregeld. Dus ik dacht, Ik ga gewoon mijn vrienden van 123planten.nl bellen. En zij dachten, is goed, we doen mee. Dus we hebben een hele mooie plant voor jullie in de woonkamer. Dat is voor Vincent. Nou, goed geregeld. Vindt u het een mooie plant? Ja, heel mooi. Een hele mooie plant, hè? Ja. We gaan een vriend verrassen, die is vandaag jarig. Heeft u nog wat tegen hem te zeggen? Gefeliciteerd. Mijn middel is slecht, hè? Oh, zeg maar gewoon gefeliciteerd. Happy birthday. Gefeliciteerd, ja. Gefeliciteerd, yes. For Vincent. For my brother. Oh, it's a surprise. Surprise. Okay. It's a big surprise. Wow, what a nice flower. Yeah. Happy birthday to you. It's not a flower, it's a tree. Yeah, but it's more than a flower. Okay, we zijn er. Okay. Now, doei. Have a nice evening. Yes. Yes, you too. Dat is wel even iets beter dan dat lullige ding wat er nu staat, toch? Eigenlijk precies wat jullie nodig hadden daar in die hoek. Als er nog een paar blaadjes bijgroeit, dan zit hij tegen het plafond. Wat vinden jullie ervan, jongens? Mooi, mooi. Prachtig, eindelijk een plant. Gozer, dankjewel. Alsjeblieft. Tot ziens. Hey, doei. Doeg. Schaamteloos reclame maken in Vincent's vlog, maar ik heb schijt. We hebben het geniaal idee bedacht. Vincent weet natuurlijk niet wat er gaat gebeuren. Het gaat natuurlijk om die plant, maar... Oh ja, het gaat natuurlijk daarom, maar... Misschien vinden we het... ons lijkt gewoon hilarisch. Het lijkt ons echt hilarisch als Vincent zo meteen geblinddoekt de woonkamer binnen moet gaan lopen. En dan zetten we Willem zonder shirt hier op een stoel mee. Je moet wel de muziek even hard aanzetten hoor. Muziek, echt zo'n vieze tune opzetten. En dan denkt hij dus dat het slipper is. Dit nummer. Oké, ik ga even naar vinger. Hallo! Schrik je? Zo, ja, ik hoor me hoor. Ja, jij zegt ik mag niks. Wat hou je er? Gefeliciteerd! Dankjewel! Hey! Oh, Niek, ik ben een beetje zenuwachtig. Waarom? Ja, omdat ik vertrouw jou nooit met dit soort dingen. Hoezo niet? Wat heb je nou weer voor raars gedaan?
Je kan het leuk vinden, maar je kan het ook niet leuk vinden. Oké. Okay. Moet ik meelopen of zoiets? Nee, we gaan je eerst blinddoeken. Ga ik niet ik heb geen tas gepakt, wat ga ik je niet... zei. Ja, dat komt wel goed. Komt wel goed. We hoeven niet per se nu weg. Niek, ik vertrouw dit niet. Kom, ga naar buiten. Kom, ga naar buiten. Nee, grapje. We gaan niet naar buiten, Vin. Maar Niek, ik wou... Kijk, ik vind het prima. Kijk, stel dat Willem had het geregeld, dan weet je dat het gewoon normaal is of zo. Maar dit is omdat Niek het regelt, is het gewoon dat je denkt van... Kom maar. Oh, wauw. Nee, het is een stoel. Fuck. Vincent heeft nog geen idee, hij zit hier lekker. Met de verrassing dicht in de buurt. Geblinddoekt. Hij weet niet wat er gaat gebeuren. Nee, ik weet. Oké, stop. Ik weet al wat het is. Mag ik het gewoon doen? Nou. Ik wil nu expres deze playlist stoppen, want ik weet dat er dan een strip komt, maar die komt dan niet. Pink, echt waar. Echt. Oh! Hey, Pink. Pink. Oké, Vin, doe je blinddoek maar af. Ik weet wel dat zoiets gek is. Dit is het gewoon. Ja, dit is een prank. Het is gewoon een totale prank. Ik wist al dat toen jij in godsnaam dat fucking ding op ging zetten van het strip, dat ik al wist dat iemand van ons ging doen, want dan gaat er geen strip. Verrassing! Ik wist dat je plan ging regelen. Ik dacht al zo. Gefeliciteerd! Ja, dat is top. Zo een taartje. Hé, die is mooi, man. Ja, die is mooi, hè? Tof, wat een mooie plant. Cadeautje van mij en 1, 2, 3 planten. Nou, wat fijn. Goed, hè? Ja, dit is fucking chill. Eén ding. Wat vond je leuker? De striptag van Willem of de plant? Ja, sowieso van Willem die striptease. Ja, dat dacht ik ook. Maar echt, ik dacht, weet ik ook nog eerst dacht. Dat je met een auto of iets koopt, dat ik naar beneden moet lopen dat je met een rare bus vol met rare mensen zat of zoiets. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Vincent, happy birthday to you. Jij bent zo'n type. Jij bent zo'n type die altijd zeg maar iets gaat regelen, maar dan moet het altijd op een toch ook weer kut zijn. Dus daarom dacht ik al, je hebt iets leuks geregeld, maar er moet altijd weer iets kuts bij komen. Ja, dus dat is ook gebeurd. Hé, hey, maar Willem. Zo kut trouwens. Willem. Hey. Ja, niks tegen jou. Hij is een super lekker lichaam, man. Jij herkent mij wel. Alleen jij ging wel lachen. Ik voelde je borstspieren. Ja, nee, maar je hoorde me toch al lachen. Maar weet je, ik dacht nog heel even serieus, hè. Want toen je op me ging zitten, dacht ik, oh, kut, ik hoorde misschien Willem wachten, zit het echt iemand op me. Yeah. En toen voelde ik die borstspieren, toen dacht ik, nee, dit is Wim. Nee, dit is Wim. Wim, we zouden geen lachgas doen. Wegleggen. Geen lachgas hier in huis. Oké, we hadden eigenlijk nog geen plan om uit eten te gaan of zo, maar we dachten het misschien wel leuk om te gaan. Dus we gaan nu met een leuk groepje gaan we uit eten bij Haisa. En dat was ik vorige keer ook een keer in de vlog. Het was echt een super lekker restaurant. En het verbaasde ons echt dat het zo lekker was, want we wisten helemaal niet wat het was. En toen gingen we erheen. En toen was het fantastisch, dus we gaan er gewoon weer heen. Niek, wat wil je drinken? Ik wil graag het sap van een koe drinken. Dat is melk. Dat is melk? Dat is melk. Klinkt wel goor als je het zo zegt, maar het is wel melk. Niek, wat is dit? Hey! Dankjewel! Wat leuk! Kom maar. Oh jongens, wat gezegd. Niek. Oh jongens, daar zitten we weer. Kijk eens even hoe lekker allemaal, hé. Echt lekker. Vincent, hi. Hi. Ik heb lekker gegeten. We hebben fantastisch gegeten bij Haisa in de Oude Kerk aan de Amstel. Wat heb je gegeten? Genoeg. Kokkies, gamba's, flesje wijn. Niek, heb jij lekker gegeten? Is het niet leuk voor bij jullie in huis? Ja? En nu gaan we naar boven en we gaan een drankje doen weer. Maar wat lief dat jij getrakteerd hebt. Ja, graag gedaan. Dat vind ik echt lief. Ik doe het met alle liefde. Ja, vind ik echt lief. Het is lief toch? Wauw, kom binnen. Hey! Hij heeft een cadeautje! Ja, hij heeft een cadeautje! Maar nog iets verder, eigenlijk is het niet heel interessant. Ik denk dat de bloed in je lul gaat helemaal shaken zo. Huh? Dat is top! Wat is dit? Nou, mooi cadeau. Een seksspeeltje. En ik heb deze al jongens. Oké, hoe ver denk je dat ik kom? Je kan wel 3/4. Hij moet gewoon mee. Je gaat doen. Wacht, een liedje? Je moet eerst schudden. Je moet een pikhuis vinden. Ja, dit nummer hoort erbij natuurlijk. Goed cadeau. Ha! 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 Ha!
Ja, ja, dit gaat goed. En door. En door. En door. Hey, hey, hey. En door. Lekker maagzuur. Zo, die... Kom in. Hey! Ijs, ijs, baby. Goed gedaan, Jomi. Staat hij aan? Ja. Hallo, hij zit hier in, hoor. We hebben een nieuwe gast. Hey, Bas. Ja. Hey. Ja! Oh nee, ja, want jij... Het leek een beetje daar even ons. Jij hebt die vibrator gegeven, hè? Ja. Hoe vind je dat die werkt? Werkt die goed? Ik heb hem al geprobeerd. Nice. Goed. Ja, maar... We zijn lekker aan het bierpongen. Spelen jullie vast, spelen jullie vast. Gooi hem erin, Vin. Gooi hem erin. Niet vast, nee. Maar je kunt hem niet vast. Oké. Ik heb hem ook niet zelf gekocht. Amber heeft hem gekocht, dus... Heeft Amber dit gekocht? Ja, voor mij. Maar voor jou. Ja, Pink is top! Ja, nee, dit is geweldig, Pink. Ja, dit is gewoon zo'n spaarrookmachine. Ja, al spaarrook thuis, hoor. Oh, er is nog een cadeautje aangekomen. Wat is het? Oh, hij is sterk, hoor. Een nieuwe fiets, hè. Goed, hoor. Is het weer een seksspeeltje? Oh, en de thermoskan. Hé, laat ze even zien wat heb je onder je broek aan, zonder dat zij het ziet. Ik heb voor Finn een stripper gehuurd. Wat? Ik heb dus voor Finn een stripper gehuurd. Nee, serieus. Maar ik ga eerst. Hij gaat eerst. Nee! Maar heb je echt een stripper gehuurd? En jij gaat daarvoor als soort voorgericht? Ik ga ervoor, wij gaan 5 minuten eerder, bel ik aan. Dan zit weer Finn op een stoel met zo'n... Dit doe ik op. Dan wordt het voor de 2e keer de blinde vandaag. En nu is het echt een stripper. Eerst Bas als een webstripper en daarna komt er gewoon echt een stripper. Ja, dat is gaaf. Ik jou wel meenemen. Nee, ja. Finn, het moment is daar. Wauw! Dames en heren, dat was echt een groot succes. Dames en heren, jongens en meisjes. Goedemorgen. Ik zeg eerlijk, ik voel me echt belabberd. Ik zie er ook echt slecht uit, hè. Hoe voel jij je? Ik voel me echt goed. Ja? Ja, serieus. Hi. Hoe voel jij? Ja, ik was dus echt om 9 uur, half 9 weg hier in de ochtend. En ik voel me best goed eigenlijk. Ik voel me echt... Jij voelt je zoals je eruit ziet. Oh. Zo, ik ben echt heel brak. Dus het is er. Hey Diego. Hey. Hoe is het, jongen? Ja, ik voel me dus ook echt helemaal slecht. Het is nu nog 5:30 of zo. Maar, we hebben wel een leuke avond gehad. Ja, eens. Jongens, ik heb gisteren dit ding gekregen van Ruud. Echt een top ding. Deze kan een spa rood maken. Alleen, hoe dit werkt? Waar? Nee, ik ben... Ja, maar ik ben bang dat hij... Nou jongens, kijk eens eventjes. Ga voor de eerste keer de plant water geven. Ik ben echt blij met deze plant trouwens. Die plant niet met jou, Pink. Hoezo niet? Dat denk ik gewoon. Ik denk gewoon die plant die mag jou niet. Hij is plantaardig. Nou jongens, daar gaan we. Even lekker een hapje doen bij Van Dam. Typisch, hè? Katertje weghalen. Camera gaat aan, hij wordt wakker, hè? Nee, camera helemaal zat. Ik snap niet hoe jullie dat doen elke dag. Ik voel het kutting. Hij was dit Diego op zijn. Maar het is ook niet, hij is er niet eens. Zo, want je hebt echt een soort vissenkop gezicht. Hoezo heb jij een vissenkop gezicht? Nee, met die camera. Nee, helemaal niet. Je ziet er heel knap uit op die camera. Goh. Jongens, we hebben net lekker geluncht en ik ben nog steeds echt wel best wel brak eigenlijk. Maar goed, ik accepteer het vandaag aangezien ik gisteren jarig was. Dus ja. Dames en heren, jongens en meisjes, ik was vergeten af te sluiten. Maar ik vond het zelf echt een hele leuke week. Nou ja, leuke week, leuke paar dagen. Ik was natuurlijk jarig, Michael was langsgekomen met de dikke R8. Maar goed, vond je nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreken jullie dinsdag om 6 uur weer. Joehoe!